We gaan het hebben over horror. Afgehakte ledematen, klopgeesten en uit de dood herrezen seriemoordenaars. Ook op deze 43e editie van het filmfestival zijn ze weer volop aanwezig. Maar waarom stellen we ons vrijwillig bloot aan dit soort angstaanjagende beelden? Daarover praten we met filosoof en directeur van Rotterdam Vakmanstad. Geef een applaus aan Henk Oosterling. Henk, jij bent Rotterdammer, kunnen we wel zeggen. In tegenstelling tot Rinus van Schendelen kan ik me voorstellen dat je wel wat festivalervaring hebt hier. Absoluut niks. Absoluut niks. Nog nooit op het festival geweest. Ja, heel lang natuurlijk. Al voor de meeste van jullie geboren waren, liepen wij rond natuurlijk. Maar er kwam een moment waarop je moest wachten, bestellen, regelen. Ja, toen hield het wel echt op. Dan moet je een ritueel bewustzijn hebben en dan moet je dus, zeg maar, open ruimtes creëren in je leven om te verzinken in deze ervaring. En dat kan alleen maar als je, ja, waarom, hoe gaat dat bij jullie? Jullie houden gewoon op het werken, dan ga je 2 weken een abonnement nemen, dan ga je gewoon verdwijnen gewoon in de donkerte. En dat rituele bewustzijn, dat deel je dan met anderen. Dat maar jij staat het jezelf niet toe, begrijp ik? Ah, nee, ik moet gewoon hard werken om de wereld te redden. Ja. Dat is niet te combineren met een beetje pret maken op het festival. Nou, de wereld redden is een rituele ervaring die echt verre uitstijgt boven deze ervaring. Ja, duidelijk. We gaan het hebben over horror. Laten we beginnen met een klassieker. Horror. Het einde van Friday 13th. Noemde jij, waarom gaan we daarnaar kijken? Nou, het zijn een aantal iconische. Kijk, horror is een bepaald soort ervaring. Ik denk dat wat hier gebeurt, al deze mensen die hier zijn, jullie allemaal, die zeg maar hebben een, nog contact met een, de Neandertaler, de Cro-Magnon mens, Lascaux. Ze zaten in een grot en ze keken naar tekeningen en er gebeurde iets waardoor je ervaring kreeg met een andere wereld. Nu heet dat gewoon de vierde wand of een interface, of het nou je smartphone is of dat het hier zo de screens zijn. Maar in ieder geval heb je een ambivalente ervaring van ik ben hier en daar gebeurt iets. Ja, ik weet niet of het nou antwoord was op mijn vraag. De vraag was, waarom gaan we kijken naar Friday 13th? Nou ja, daar gebeurt dat. Laat maar kijken. Ja. Friday 13th. Ja. Kijk, ik zal het uitleggen. Ja. Kijk, in een horrorfilm gaat het om ambivalentie. Het gaat om, zeg maar, dat iets wat van zichzelf plat is, 2 dingen kan zijn. Dus het kan gevaar zijn of bescherming. Dus spiegelgladde wateroppervlaktes zijn als een spiegel of een ruit of een deur of een raam. Hebben jullie Haneke gezien? Funny Games? Fenomenaal. Dus Haneke doorbreekt dat moment door jou erbij te betrekken.
En die zegt op een gegeven moment van, op het moment dat zeg maar echt de spanning zo hoog is, de suspense zo hoog is, dat die kids die worden gewoon afgeslacht allemaal. Heel die familie wordt gewoon afgeslacht. En dan een van die kids die weet te ontsnappen door het raam. En dan denk je bij jezelf, fuck, oh, God. En dan draaien ze de film terug en zeggen ze, je dacht toch niet dat je er zo vanaf kwam, hè? Tegen jou, in de camera. Dus dan krijg je de interface en het raam, worden in elkaar gespiegeld en dan krijg je een verdubbeling van de horror suspense. En dat is waar het om gaat. Kijk, jullie zijn eigenlijk op dezelfde manier bezig. Je gaat hier zitten in een, wat ik nog steeds een vrij merkwaardige ervaring vind. Je spreekt af, ik ga gewoon voor 2 weken echt helemaal naar het filmfestival. En dan ga ik met mensen die hetzelfde denken als ik en hetzelfde gekleed zijn als ik en ook zo reageren als ik, ga ik in een ruimte zitten die wordt donker en dan gaan wij kijken naar een beeld en dan gaan we met z'n allen gaan we daar van genieten. Dat is een ritueel bewustzijn. Vroeger waren dat offerrituelen bij de Azteken of carnaval. Dat is ook zoiets van, hey, ik zie je over 3 dagen en je neukt jezelf gek en drugs en drank. En dan kom je terug en dan wordt vergeven. Dus wij creëren eigenlijk situaties waarin wij even buiten de tijd en buiten de ruimte iets kunnen aanraken wat we verloren zijn. Maar dat geldt dat voor film in zijn algemeenheid of geldt dat specifiek voor horror? Want wat maakt horror daar zo speciaal in? Horror is iconisch voor de film. De film is een, kijk, nu hebben we een smartphone en we doen games. Maar in het moderne bourgeois-bewustzijn waar jullie je allemaal in bewegen, is het eigenlijk zo van, we gaan nog 1 keer beschaving proeven. We gaan met z'n allen zitten. En dan ervaren wij iets van die andere wereld. En daarin ervaren wij een soort iets. Ja, nee, maar je moet het even uitleggen, want ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Je ervaart iets van een andere wereld. Dus ja. Met een horrorfilm kijken, open je de deuren naar... Nou, de horrorfilm is de platte versie daarvan. Dus seks, geweld zijn altijd natuurlijk vanaf de Cro-Magnon-mens, de Neandertaler. Dus zeg maar het overschrijden van verboden die je normaal in je dagelijks leven gewoon respecteert. Je maakt niet iemand af. Je probeert zoveel mogelijk binnen de genormaliseerde seks jezelf zeg maar aan je grief te komen. Dus je probeert normaal je te gedragen, maar... Er zijn ruimtes in die samenleving, prostitutie, casino's, allerlei andere dingen waar gedoogzondes, drugs, waar je eventjes iets kan doen waardoor het lijkt alsof je iets anders aanraakt. En zo'n filmfestival is eigenlijk de uitvergroting van dat rituele bewustzijn. Betekent dat ook dat mensen die naar horrorfilms kijken spirituelere mensen zijn dan mensen die niet naar horrorfilms kijken? Nee hoor, het heeft niks met spiritualiteit te maken. Het heeft met ritualiteit te maken. Een ritueel kan heel... plat zijn. Het gaat erom dat je op de een of andere manier iets mag meemaken wat je normaal niet meemaakt. Zo simpel is het. Ik weet niet of het zo simpel is, maar we gaan nog naar een fragment kijken en dan mag je uitleggen. Dat is nog niet de heer Bloedgletscher. Bloedgletscher heet hij. Great. Ja, heb je hem... Ik heb hem gezien. Heb je hem helemaal gekeken? Bloedgletscher, ja. Het is een film die gaat over een gletscher in de Alpen. Uit Oostenrijk komt hij. Die gletscher die lekt. Daar komt iets uit, een goedje, waardoor DNA muteert. En er ontstaan vervolgens wezens, hele gekke rare monsters. En die komen de boel een beetje verstieren daar. Dus 3500 meter hoogte. Dit is een moment in de film dat er net een enorme hobbel genomen is. Ze denken dat ze de boel veilig hebben gesteld. Dan zijn ze in een hutje en dan gebeurt er dit. Waar je naar moet kijken is dat binnen is buiten. Altijd. Dus binnen kan buiten zijn en buiten kan binnen zijn. Dat klinkt heel slim, maar wat betekent dat? Nou, kijk maar. Okay. Dus buiten is binnen en binnen is buiten. Niet slecht, was? Niet slecht. Ja, niet slecht. Maar jetzt könnt ihr was trinken. Warten Sie. Ich glaube, es müsste noch was von ihm rum da sein. Frische Gläser. Landschaftlich ist es ein Traum da. Ja. Aber das nächste Mal fahre ich mal an. Machen Sie auf, die Tür!
Urs! Zet onze filosofische bril op en leg uit wat we hier zien. Nou ja, kijk, horror zit dus steeds op dat ambivalente oppervlakte. Dus daaronder, zoals je bij Friday the 13th zag, kan er iets gebeuren en dan plotseling breekt dat door. Op Halloween, raam, gordijn die naar binnen waaien, kan je naar buiten, maar er kan ook iets naar binnen komen. Nu komt er iets van buiten, wat iemand is die ze kwijt zijn geraakt, dus die wordt opgenomen. Die blijkt dan dat wat, waar ze bang voor zijn inzicht te hebben. En dan willen ze eigenlijk naar buiten vluchten. Dus je krijgt steeds dat binnenbuiten, binnenbuiten, binnenbuiten. Dat is een beetje de truc van de horror. En het idee is dat, zeg maar, horror gebeurt ook eigenlijk tussen je oren. Nergens anders. Dus nooit een beeld. Horror is geen beeld. Dus veel mensen die naar horror kijken, ook kinderen, zeggen ze, nou moet je ogen, dat doen ze zo, hè. En dat helpt geen fuck. Dat helpt helemaal geen fuck, dit. Wat je moet doen is dit. Dit helpt. En dan is het over met de horen. Dan hoor je niks meer. Je ziet alleen maar beelden. En beelden zijn zonder suspense, zonder geluid, zijn helemaal niks. Dus de horen ontstaat doordat er een spanning van suspense ontstaat door geluid en beeld. Dus bijvoorbeeld, je krijgt de keuze. Zou jij blind willen zijn of doof? En wat zou jij kiezen bijvoorbeeld? Blind of doof? Ja, jij wil naar het filmfestival, dus doof. Heel goed. Dus iedereen wil doof, want dan kan hij naar het filmfestival gaan. Ja, logisch. Maar je hoort geen fuck meer. Dus het punt is dat doof echt, nee, dat blind echt de dood in de pot is. Want blind sluit je in jezelf op, omdat je alleen maar beelden ziet en wat je alleen maar van binnen kunt werken. Maar doof compenseert al je zintuigen en dan kun je veel meer verbinden. Dus wanneer mensen blind worden, zeggen ze later, was ik maar doof geweest. Nee, even kijken hoor. Even ervan uitgaan nee, dat die mensen, dat ze mensen hadden kunnen kiezen. Hè? Ja. Ja, ja. Maar in ieder geval is doof, blind beter dan doof. Zo is het, ja. Ja. Nou, heeft te maken met dat ons gehoor is het enige. Kijk, we leven in een beeldcultuur, dat snappen jullie, jullie zijn hier. En in de beeldcultuur wordt alles beleefd via beeld. En er was tot voor kort, tot ongeveer 1973, was het zo dat je muziek kon beleven met je ogen dicht. Dat was dus heel frappant. Daarna kwam de videoclip en nu kun je alleen nog maar muziek beleven, omdat er een videoclip is en daarom vind je het leuk. He? Dus, maar eigenlijk kun je, is muziek de enige artistieke discipline die je met je ogen dicht kunt beleven. En dat is interessant, want daardoor verbind je je met de wereld. Op dit moment is het gehoor. Je houdt wel in de gaten dat we het over horror blijven hebben. Horror, ja. Ja, oké. Horror. Ik heb het over horen, maar jij hebt het horen. Oké. Dus, maar in ieder geval, horror, wat ik net zei, is, wordt geneutraliseerd als je dit doet. En niet als je dit doet. Goed, die les nemen dus we mee. Het heeft niks met beeld te maken, horen. Jij, het heeft alles met geluid jij te maken. Jij hebt deze film gekeken. Ja. Jij bent, nou, nu wil je weten wat ik ervan vind. Nou, ik wil eigenlijk vooral weten of je ook op je puntje van je stoel of de bank, of ik weet niet waar je mee hebt gekeken, ook hebt zitten griezelen hiervan. Je bent een redelijk onverstoorbare man. Bovendien ook nog Nederlands kampioenschap zwaardvechten. Nou, heb zo je lang gewonnen. Geleden, joh. Nou ja, we halen het toch even bij. Je bent een stoere vent. Schrik jij op van de dingen in deze film? De stoelen in mijn huis hebben geen punten meer. Simpel.
Dus ik zit nooit op het punt van een stoel. Met andere woorden, ik heb zoveel horrorfilms gezien dat je eigenlijk... Dat is het leuke van rationaliteit. Dat je zo kunt interpreteren dat je alles neutraliseert wat binnenkomt. En dus de rationaliteit, en dat is inderdaad wat ik eigenlijk als boodschap mee wil geven aan jullie. Word niet rationeel. Geniet van wat je ziet. Ga er niet over nadenken. Luister niet naar mensen die daar ontzettend zinnige dingen over zeggen. Maar kijk. En als je kijkt, dan gebeuren er andere dingen. Zodra wij semiotisch beginnen te interpreteren en dus allerlei dingen gaan verbinden met andere dingen, dan verliezen wij eigenlijk het effect van het beeld. Maar bedoel je nou bestaat de gratie van niet interpreteren. Bedoel je nou eigenlijk te zeggen dat je het eigenlijk jammer vindt dat jij zo rationeel naar zo'n film zit te kijken? Nee hoor. En dat je die beleving niet hebt meer? Je bedoelt mij als persoon? Ja. Nee. Oh. Als ik naar jou kijk, sowieso vind ik het al ontzettend leuk. Oké, goed. Ja. Ja. Zijn er andere manieren waarop je het gevoel van horror, je noemde carnaval, je noemde drugs. Misschien nog één ding wat ik mee wil geven is dat, kijk, de moderniteit. Kijk, we hebben witte kubussen, dat zijn musea. Zwarte dozen, dat zijn schouwburgen. En dan hebben we vierde wanden. In bioscopen. Dat is een typisch modern fenomeen. Hè? Dus de film begon in 1896 en sindsdien zijn wij gewend geraakt aan het stilzitten in donkere ruimtes met z'n allen en genieten. Dat is een soort emancipatieproces waar wij door zijn gegaan. Maar het grote probleem wat wij hebben, en Peter Greenaway heeft dat ongeveer 10 jaar geleden in hetzelfde omgeving als hier duidelijk gemaakt. Wij zijn zo godvergeten blind voor beelden. Wij slikken alles wat we gewoon binnen schoven krijgen door de reclame, door de televisie. Wij moeten echt gewoon media wijs worden, media literate worden. Dus wij hebben heel lang hebben wij geleerd om onze taal, dus gewoon alfabetisering, om dat tot ons te nemen. Maar wij zijn zo blind voor beelden. En ik zou graag een keer, en dan moet ik een keertje met Rutger over praten als hij beter is. Maar het gaat om media literacy. En het filmfestival zou eigenlijk een component moeten hebben waarin wij... Zeker kinderen moeten leren om te kijken naar beelden en ook zichzelf op een bepaalde manier te verhouden tot die beelden. En media literacy is volgens mij de nieuwe manier van verlichting die wij door moeten gaan. Dat is ook wat Greenaway bedoelde in feite. Wij moeten leren beelden lezen. En dat moet niet op een rationele manier gebeuren, maar op een intuïtieve manier. Maar dat gebeurt pas als je dat zo geïnternaliseerd hebt dat je je daar op een... In mijn termen, politieke manier toe kan verhouden. Maar daar gaat het eigenlijk zijn we daarmee bezig, toch, nu? Ja, al een jaar of wanneer is bal begonnen, nou heel lang geleden. Nee, ik bedoelde eigenlijk nu, hier, vanavond, zijn we... Ook, ja, allemaal. Ja, okay. Allemaal, ja. Wat vind jij van mensen die zeggen dat het gevaarlijk is om dit soort films te kijken? Dat het aanzet tot geweld? Sinds 1972 is een debat in de semiotiek over... Als je kijkt naar, en dat zit nu ook in de games met kids die met die games bezig zijn... Is nou, en dat is een Freudiaanse interpretatie, kijken naar gewelddadige beelden een sublimatie waardoor je je stoom af kan blazen? Wat betekent sublimatie? Wat betekent sublimatie? Ja, zijn we zo stom? Ik bedoel, nou ja, leg het alsjeblieft voor mij even uit dan. Voor jou wil ik het uitleggen. Dank je. Dus dat je gewoon op de een of andere manier niet goed snapt dat wat je daar ziet gebruikt om iets anders te compenseren. Dus ik ben seksueel heel erg gespannen en dan kan ik dat... Porno kijken zou ik zeggen. Ja, oh ja. Tenminste in die theorie. Maar er is een andere theorie die zegt op het moment dat je daarnaar kijkt, stimuleert dat gewoon bepaalde affecten in jou, bepaalde aandoeningen. En gaat het juist jou stimuleren om dat te doen. Dus dat debat is zo oud als de tv. En... We zijn er nog steeds niet uit. De sociologen zijn er niet uit, de semiotici zijn er niet uit. Nee, maar en was ik het aan jou stimuleert vraag? Het of compenseert het? Wat ik vind. Ja. Ik ben een wetenschapper, hè, dus ik moet afgaan op de wetenschap. Nou ja, je mag hier ook gewoon een beetje uit de persoon Henk Oosteling praten. Ja, maar voor mij is het, ik verslind alles. Ja, en ik leef een zeer gezond leven. Goed. Ja. Fijn dat je hier was. Oké. Applaus voor Henk Oosteling. Ja. Yep.